Deze ene is een geweldige zangeres, de beste van Nederland. Ze trad ook op met Lionel Orici, met haar broer. Ze heeft een grote hit met Marco Borsato gehad. Kent u hem? Nou ja, ze had dat liedje met Marco, had ze vandaag hier willen zingen, maar Marco kon niet mee. Die schijnt ineens verdwenen, misschien met het witte licht, ik weet het niet. Maar die heeft ze een andere topper meegebracht en die gaat met haar dit lied opvullen. Twee toppers. Hier is Treintje Oosterhuis. Samen met die geweldige saxofoniste Candy Dolfer. Hoe is het mogelijk, hè, met z'n tweeën tegelijk? Van alles geprobeerd om Marco hier naartoe te krijgen. Ik zei nog, laat me hier nou niet alleen. Oh. Maar hij las boeken, keek tv en zei met trein, ik ga niet mee. Maar Candy, durf er niet. Die vrouw is top, zij vult alle leegtes voor jou op. Ik kan het alleen niet aan, dus vond ik dat het beter is als zij hier naast me staat. Ik kan het gewoon niet aan, ik hoor die klanken in mijn hart. Blaast wat hap, maar het is absoluut nooit fout. Wordt overal gecontracteerd, want duo's zijn nu zo succesvol. Dus zegt men vaak, trein, breng nog iemand mee. Maar wat ik absoluut niet wil, Candy is een egoïst, want zij laat mij geen ruimte vrij. Wat Prins ooit zei, als zij komt gaan we hier in de mist. Ik kan het gewoon niet aan, zij blaast overal dwars doorheen. Het gaat door merg en been. Vraag in de toekomst Thijs van Leer wel met zijn fluit.